onze Messelina Brom. Voor Unitas Assen hebben we Mireille Bakker. Voor Geldermals hebben we Britt Koemans. Voor de Flying Bikes hebben we Evita Brussen. Voor SC Putten hebben we Quinty Leune. Voor SC Unitas Assen hebben we Davy Scheuring. Voor DVO Haasbergen hebben we Monique van der Valk. En uitkomen voor SC De Paard hebben we Lisa Dunning. Succes! Denk de vraag wie wat het, Lisa of Monique. Zijn dat ze twee rafsnijders? We gaan naar binnenkant weer aan een hele goede start van Monique van der Valk. En zien we zomaar een jonge dame, Essie Puttenwinkel. Quinty Leune. Leune is ook heel goed erbij. Maar ze houden Monique van der Valk precies op de ene. Daar hebben we die andere dame, die auto. Lisa Dunning, die zit nu pas op positie nummer 4. Het denk dat de 371 tussen is gekomen. En dat is het nummer van Britt Koemans. Britt Koemans is op positie nummer 3. Maar de overwinning, of de overwinning lijkt te gaan. Maar er is nog steeds Monique van der Valk op 1. Dan kan Quinty Leune nog ergens komen. In ieder geval op het flinke touw. En dan kan ze op het laatste stuk haar thuisvoordeel gebruiken. Ik denk het niet. Ik denk de overwinning meegaan naar Dieuwe Haasbergen. Maar Monique van der Valk. Dan gaan we naar de jongens.